body, 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 body. Klap, klap. Klap, klap, buur. Buurman. Hé. Hey. Je bent zo druk bezig. Ah, ik ben bezig met die plantjes. Ik wil je story, hè, buurvrouw, maar... Buurman, sana abari. Luister, luister, buurman. Ik ben vandaag zo blij. Weet je nog, toen we een tijdje geleden spraken over dat landelijk woningbouwprogramma fase 1? Dat project om adequate en betaalbare woningen voor elk Surinaams gezin te creëren. Oh, in een geschikte leven. Ja. Misabete. Het is om zodat alle Surinamers aan een stuk grond en een huis kunnen komen, toch? Precies. En ze zijn eindelijk gestart met dat project, buurman. Daarom ben ik zo blij. En ze gaan beginnen met 3 projecten. Krepi, Reeberg en Merveijeweg. Oh ja, misabete. Maar je denkt dat meer die op de hoogte. Ze zijn bezig met fase 1, hè. Daar gaan ze 2500 huizen bouwen. Precies. En een formulier daardoor ook. Maar heb je al een formulier? Ja, ik heb het al ingevuld, buurman. Ik ben zo blij. Ik hoop echt dat ik in aanmerking kom. Nou, ik hoop het echt voor jou. Want een huur is killing. Ja. Is dat je toch? Maar wat ik ook hoop, is dat ze die aanvragen snel afhandelen. Dat die mensen niet zo lang hoeven te wachten, toch? Precies. Ik hoop het ook, buurman. Maar een vraagje, buur. Vraag maar. Is dat toch mee? Ik heb op alles een antwoord, dat weet je. Takangami. Voor welk project zou je willen gaan? Je hebt Reeberg, je hebt Charlesburg en? Merveijeweg. Mm-hmm. Moet ik Reeberg jaren? Want Reeberg, ik wil ver weg zijn uit die drukte. Is dat weer allemaal kiezen die Reeberg? Oké, mooi. Maar zei die stel maar vraag dat hij? Nee, daar zal ik ervoor zorgen dat ik iets op Krepi krijg toch. Maar is goed. Dag, buurman. Huh?